Het is vroeg in de morgen in Den Haag. In de twee prostitutiegebieden die de Hofstad rijk is, wordt druk schoongemaakt. Niet alleen de straten zijn weer spik en span. Ook de kamers van het bedrijf Casa Viola worden in orde gemaakt voor weer een nieuwe werkdag. Waar let je nu op? Kijk even of de kamer netjes is, of er niemand binnen zit. Trek de deurtjes dicht. En dan kan die weer verhuurd worden? Kan die verhuurd worden. Lampjes uit. Hij loopt van binnen door zo. Het is echt gewoon een soort labyrinth, hè, hier? Ja, dat zijn oude panden, dit. Ja. Oké, dus dit is het raam. Ja, hier staan ze gewoon zelf, zeg maar, voor de straat. En je kamer eraan. Nog verblijfsruimte, keuken. Oké. Kennen de dames zitten. Oh, dit is een soort kantine? Ja, een soort... Oh, dat wist ik helemaal niet, dat er een kantine... Elk pand heeft een bedrijfsruimte nodig, / kantine. En geloof per 3 kamers hebben ze een douche nodig. Dat is wettelijk zo geregeld? Dat is wettelijk geregeld. En dat hebben we ook hier. We hebben hier boven nog. En hier via achter hebben we ook nog boven douches en een trainingsruimte zelfs nog. Zo, oh ja. Ja, ja. Hier zit de dame. Ja, ze zitten hier gewoon bij het raam. Ze maken de praatje. Ja. En als de klant naar binnen wil, ze zijn er eens over de prijs. Dan, de standaardprijs is 30, maar misschien willen ze meer of weet ik wat ze doen. Als ze klaar zijn over de prijs, dan gaan ze naar de kamer. In Nederland hadden we in 2006 nog 1127 bedrijven met een prostitutievergunning. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er door het strenge beleid nog 674 bedrijven over zijn. Dat is een daling van 48%. Van de overgebleven bedrijven zijn er onder andere 247 seksclubs, 125 escortbedrijven en 195 bedrijven die kamers verhuren. In de Doubletstraat zitten 174 ramen. En deze staat bekend als de goedkoopste straat van Nederland. Ja, klopt. Maar daarentegen ook de straat met de meeste ramen van Nederland. Oké. Op de Wallen heb je meer. Ja. Maar het zijn allemaal losse straatjes. Deze straat telt de meeste ramen van Nederland. Oké. En hoeveel ramen zijn dat in totaal? Alles bij elkaar. Hier hebben we daar 46. Ja. En in de Geleen hebben we er 13. Oké, okay, dat zijn echt veel ramen, hebben jullie dus? Ja, 59 bij elkaar. Zo, oké. Okay. Ja. Hoe duur is het om een kamer te huren hier? We hebben zeg maar 2 diensten. Ja? 9 tot 6 en 6 tot 1. Ja. Ja, één zo'n dienst daarvan is €90. En als je alle 2 neemt, dus zeg maar compleet noemen we dat, dat is 150. Oké, okay, en wat wordt het meest verhuurd? Ja, het ligt eraan. Oké. Okay. Denk compleet. Het is wel professionele wasmachines, hè? Ja, dat mag ook wel, want we staan de hele dag te draaien. Ja. En dat zijn gebruikte lakens? Dit zijn gebruikte, ja. Hoe is het contact met de dames? Waar let je allemaal op als iemand hier een kamer komt huren? Als ze binnenkomen, dan doen we een intake. Ja. Dan hebben we een vragenlijst en daar vragen we naar. En dan kijken of de dames, zeg maar, naar die vragen of er veranderingen zijn, weet je wel. Of er iets mis is met dat meisje. Ja. Ja, en als er echt wat mis is, dan schakelen we de zedenpolitie in. Of dan het heit, is dat hier. Ja, oké. Okay. En dat gebeurt ook wel eens? Dat is wel eens gebeurd, ja. Good morning. Good morning. Dank je. Dus nu check je haar in. Ja. Do you like to work here? Ja, yes? Ja, waarom niet? Is lekker. Alsjeblieft. Dank je wel. En wat krijgt ze nou voor dat geld? What do you get for the money? A room and what else? Dat clean sheet? Je moet betalen die room en is klaar. Oké, okay, well, have a good day. Thank you. Bye. So, bye bye. Hoe werkt het systeem? Nou, dames komen binnen 's morgens. Ja? Nemen ze de ID-kaart mee. Ja, door de casing. Casingscan hebben ze bij de douane ook. Ja, dan komt de naam omhoog. En dan staat ze erin, zeg maar. Dan activeren we haar. Dus dan weten jullie precies wie er in die kamer zit? Wie er in de kamer zit. Dit systeem houdt ook nog bij, zeg maar, de KVK's. Die checkt die elke maand of die nog geldig zijn. Of de mensen nog ingeschreven staan. In feite krijgen ze de kamer en schone lakens. En internet kijken ze, wifi-code en koffie. Ja, ja. Ja. En ze drinken veel koffie, hoor. Ik ben de hele dag aan het zetten.